Even snel kijken, sneak preview. Ja, kom. Ik geef u 's werelds duurste zonnebank. Dat haalt de Range Rover. Maar dan hang je toch hier op die rand? Nee. Oh jee. Range Rover Sport SVR. Ja, dat Range Rover Sport hoef je er eigenlijk niet eens meer bij te zeggen. Want dat SVR, dat is een merk op zich geworden. Die auto's worden gebouwd bij de afdeling SVO, oftewel Special Vehicle Operations. En die afdeling, ja, die doet het goed hoor. Er zijn maar liefst 9.500 auto's gebouwd afgelopen jaar. En dat zijn voornamelijk eigenlijk SVR's. En auto's die je eigenlijk meteen herkent aan hun allerbelangrijkste wapenfeit. De RAW, oftewel... Die V8 Supercharged die er gewoon op los blaart. Jordi Dost. Ja. Ja jongen, kom maar aan. Ga jij die Jeep dan maar van je aanslingeren, Fred Flintstone? Ah! Stokkum! Monsieur Dost! Welkom! Dank u! Op dit nederig onderkomen. Ja, gefeliciteerd met je nieuwe huis. Ja, dankjewel. Jordi Dost hoeft niet uit te leggen, hè? Mensen, jullie kennen zijn kanaal. Maar we hadden iets raars in de gedachten vandaag. En waarom? Omdat het kan. We gaan iets doen met SUV's. Ja. Ja? Nou, dat kan. Ik heb ook... Nou, dit is niet echt een SUV, hè. Dit is meer een off-roader. Dus... Ah, whatever. Afwandelen, zeggen we dan. Ja, precies. Het is wel de one and only. De echte Jeep. Ik heb wat moderners meegenomen. Dit is gewoon de daddy. Voor de snelweg. Gewoon lomp, groot, power. Vierkant. Het is zeker een mooi ding. Vooral de kleur vind ik erg mooi. Maar ik heb nog een kleine verrassing in... In petto. Jij zit vol verrassingen. Jongen, you will see. Nou, kom op. Hop. Mag ik bescheiden zeggen dat jij het grootste automotive kanaal hebt van Nederland? Dat mag jij best zeggen, ja. Als jij dat zo ervaart, dan vind ik dat een compliment. Heb jij nog tips voor beginnende vloggers? Het is vooral belangrijk dat je jong bent. Ja, dat ben ik. Ja? Ja. Beetje dynamisch en anders dan de rest. Oh, dat gaat niet lukken. Nou, je bent vrij te bedrijven. Ja, nee. Zijn er vlogs, dingen waar jij naar kijkt, in het, waar jij je aan spiegelt? Ja, vooral de Amerikaanse vlogs natuurlijk. Ja. Gewoon waar mensen auto's gaan bouwen, want dat zie je ook heel weinig eigenlijk in Nederland. En gewoon niet dat standaard, sorry autovisie, sorry autoweek, die standaard testen. Gewoon wat meer zoals... Ja, het moet gek zijn. Ja, maar... Zoals ik het thuis zou kunnen ervaren. Niet van hoe het verbruik is en dat die 500 pk heeft. Van nee, maar dat doen wij ook niet. Maar het is wel zo dat, oké, het moet raar zijn, maar ook custom build, dat soort dingen. Ja, dat zou leuk zijn. En leuke challenges. Hey. Nou, ja. Hey, jongens, hij heeft net een nieuw huis, dus is nog niet aangeveegd. Even snel kijken, sneak preview. Nee. Ja, kom. Dost is altijd de bescheidenheid zelf. Kijk, dit is zijn privégarage, hè? Dat is wel leuk hoor. Sport Spider i8, 430. Maar zeg nou zelf, Sjoerd, jij bent een autoliefhebber. Ja. Zie je een beetje wat hier gebeurt? Of heb je zoiets van na het... Nee, ik zie de lijn niet helemaal, maar misschien dat jij die wel ziet. Mijn eerste sportauto. Ja. Ik ben gek op prototypes, weet je wel? Die speciale modellen die op de beurs ziet staan. Ja, okay. En dan, als ze op de markt komen, dan zien ze er helemaal niet meer uit zoals ze op de beurs waren. Voilà. Prototype. Exact zoals hij op de boek prototype. Ik geef eerlijk toe, toen hij uitkwam in 2014, vond ik het echt bijzonder. Wat ik erop tegen heb op al die auto's, iedereen weet dat er een 1.5 driecilinder in zit. En als je erin rijdt, dat je denkt, wow, dat is een of andere Formule 1 auto. Ja. Dat genep van dat geluid, ik kan daar niet tegen. Nee, heb je een punt. Alsnog, je houdt er wel Lamborghinis mee bij. Nou. Ja, heb ik bij jou meegemaakt in die mooie ritjes. Ja, daar was er iemand niet helemaal wakker. Voor mij nog steeds een van de meest... Ja, ik weet niet hoe lang je tenen zijn, maar daar ga ik een beetje op staan. Nou, persoonlijk is dat na de 348, oké, en de 360. Ja. Ik vind het niet moeders mooiste, maar... De 348 en de 360. Vind je dat wel een mooie auto? Natuurlijk niet. Nee, nou ja... Hoe durf je dit te vergelijken? Nou, dat zit een beetje in diezelfde... Dit was gewoon een dronken designer. En die schoot een beetje uit hier met zijn pen en zo. Luister. Het rijdt goed, hè? Het rijdt goed. Je zegt het precies goed. De 348 en de 360, dat zijn altijd de voorlopers. Zijn de eerste, hè? Je hebt de 348, daarna komt de 355. Ja. Prachtige auto. Nee, maar eerst de 360, daarna kwam de 430. Ja, oké. Ik vind een 458 vind ik een tijdloze auto. Ja. Ja, 458 is een betere auto. Er zit natuurlijk al dubbel clutch en alles in. Dit is de laatste met een single clutch. Wel een hele snelle single clutch. Dus je ervaart nog. Die mensen zijn al lang afgehaakt, jongen. Single clutch, dubbel clutch. Oké, nou hier kunnen we het heel kort met elkaar eens zijn. Dit is gewoon waanzinnig. En zeker met die Acura-uitlaat. Alleen, ja, het is geen Mark II. Je kan niet alles hebben, maar... Jongens, bedankt voor het kijken.
Leuk, hè? Maar wat is het beter aan de Mark II dan? PK's, gewicht. PK's is hetzelfde blok, ander chippie. Ja, deze al niet meer PK's heeft, dan nee, nee. Oké. Okay. Het is een waanzinnige auto. Jij bent er zeer in vermaakt. Ja. Zeer, zeer, zeer. Nou, ik heb me er ook zeer in vermaakt en ik ga me er waarschijnlijk ook nog heel veel in vermaken. En ik denk dat dit, ja. Hè, laten, want we hebben het natuurlijk altijd over de laatste, hè, de laatste atmosferische motor. Ik denk dat dit wel één de laatste der Mohica. Ja, nee, turbo's komt. En nu, stel de boel staat in de fik en je kan één paar sleutels pakken. Wat gaat er mee? Nou, dan zal je misschien gek op staan kijken, maar dat wordt Spider. Omdat het je eerste was? Ja. Ja. Daar zit de meeste emotie zit erbij. Ja, dat waren je eerste verdiende. Dit is allemaal te vervangen, zeg maar, en dat is gewoon, dit hoeft niet eens te sluiten, van die deal gewoon naar buiten. Ah, voor mij blijft dit gewoon de daddy. De Range Rover Sport SVR. Als het dan toch groot en lomp moet zijn, dan maar zo. Maar het kan altijd gekker. Het kan altijd rader. Het kan altijd extremer. Het kan heel bijzonder. Kom maar even mee. Tada! Ik geef u de Mercedes Maybach G650 Landaulet. Absurder dan dit wordt het niet vandaag. Echt niet. En morgen trouwens ook niet. 99 stuk zijn ervan gebouwd. Er is er maar eentje van in Nederland. Die ook nog eventjes gewoon de BPM aftikt en hem op Nederlands kenteken zet. Wow, zo'n 900.000 euro. Dat moet je gewoon heel snel uitspreken en dan voel je het niet. Ah jongens, dit is zo extreem. Kom, we gaan ermee rijden. Chauffeur, we gaan een ijsje halen. Is er iets absurders denkbaar dan dit? Nou, ik kan het me even niet bedenken. Maar absurd, het is ook wel lekker. Kijk eens even, 2 meter ligt hier lang uit de zonne. Rijdend, gangetje op 50. De chauffeur doet lekker zijn werk. Dan hebben wij 12 cilinder biturbo met 630 pk. En dan zit je open. Ja, als ik je zat ben, dan doe ik gewoon eventjes zo. En dan kan ik hem dus ook nog zo verblinden. Dan zeg ik, hey, ik wil toch nog even kijken. Als je nou achterin zit met een dame en het wordt net even te intiem, dan doe je gewoon zo. Prachtig. De G is de langst levende dinosaurier eigenlijk die er rondreed. Vanaf de jaren 70 eigenlijk tot 2017 is die in allerlei gedaantes verschenen. Maar dit was de uitsmijter in samenwerking met Maybach. Ja, het is iets heel absurds bij elkaar, want je hebt de stoelen uit de S-klasse, uit de Maybach. Hij heeft dat opgehoogde eigenlijk van die 6x6. En dan heeft hij ook nog een beetje met die spatverbreder zo een beetje G500 kwadraat erin. Ja, het is een soort mix wat leidt tot het meest ultieme wat er is eigenlijk op wielen. Is er één cabrio denkbaarder die bizarder is dan deze? Van de 99 stuks die Mercedes gebouwd heeft, zo rond 2017-18, zijn de meeste natuurlijk verdwenen naar Amerika, China en de zandbak. Een kleine 20-tal is in Europa gebleven. Ja, en ik zei het al, dit is het enige exemplaar wat rondrijdt gewoon in Nederland. En de eigenaar, of ik kan beter zeggen de chauffeur, heeft er gewoon eens al 15.000 kilometer mee gereden. Dus ja, hij wordt ook gewoon echt gebruikt. Misschien is dit wel de meest gebruikte G-Landaulet ter wereld. Chauffeur, doe even factor 50 alsjeblieft. Brandt een beetje hard hier. Hij trekt nog best op hoor. 0 tot 100 zo rond de 6 seconden. Maar voor iets van 3300 kilo is het helemaal niet slecht. En het mooie is 3300 kilo. Heel veel mensen denken, ja, je hebt je groot rijbewijs voor nodig. Nou, dat hoeft dus niet. Je kan dit dus nog gewoon met een B-rijbewijs rijden. En je kan natuurlijk naar de Praxis gaan en een of ander leuk zonnesetje kopen. Maar je kan ook gewoon een Maybach Landaulet kopen. Zit je net zo lekker. Ik geef u 's werelds duurste zonnebank. En ik zet je aan! En ik wil dit. Ja, ik denk dat hij het ook wel goed doet bij dictators, deze auto. Denk je niet? Je komt niets tekort in deze G650 Landaulet. En dat vond Mercedes ook, want er waren eigenlijk nul opties te bestellen. Het enige waaruit je kon kiezen was de kleur. Wit, zwart of dit blauw? Nou vind ik dit blauw eigenlijk wel het mooiste. Het is natuurlijk een G-klasse, dus die kan ook off-road. Maar we gaan eens even kijken of die ook nog een beetje zand kan happen. Kijk, het is net Dubai, maar dan anders. Soepel hoor.
3300 kilo trekt hij gewoon eventjes, ja, is ook niet zo moeilijk, die V12 biturbo motor. En dat is wel even om een klein traantje te laten. Ik weet niet of die hier zakdoeken liggen, maar ja, we hebben natuurlijk al de S65 AMG Final Edition gehad. Dit blok wat hierin ligt, komt nooit meer terug, mensen. Het is de laatste V12, dus... Ciao, ciao. Die auto is natuurlijk 220 hoog en daar kan je wel 2 meter zijn, maar dat werkt nog steeds niet. Gelukkig heeft Mercedes een klein hulpje gevonden, dus kijk eens. We hebben gewoon een treeplank die er automatisch uitkomt en dan stapt er toch even wat makkelijker in. Toen ik die G650 Landrover ging ophalen, dacht ik echt, dit is de meest nutteloze auto ter wereld. En het heeft me wel geteld 10 minuten gekost om erachter te komen dat dit eigenlijk de meest praktische auto ter wereld is. Ik kan lang uit liggen, ik heb gewoon de zonnestralen op mijn hoofd. Ik kan een dutje doen, ik kan tv kijken. Ik kan, ja, het is eigenlijk best wel een hele handige en lekkere en fijne auto. Alleen die prijs is een beetje jammer. Nou, Dost, zij die gaan sterven. Okay, nu wordt in alleenstandje plank gas, hè? Het is op aanwijzingen van je vrouw, dus als je het niet meer bent, moet je naar Cindy vragen. Leeft hij nog? Jezus man! Was het eng? Dit was echt heel eng. En dan heb ik me voor het eerst van mijn leven ingehouden. Maar weet je wat er nog het engste is? Je ziet al die assen hier draaien boven je. Nee, maar moet je kijken hoe krap je in het ding zit. Dan heb je weer 6 meter. Nou ja, ik ga zitten. Mooi hè, ik heb net doodsangsten uitgestaan en hij heeft het alweer over de zitpositie. Ik weet het niet, maar... Oké mensen, first world problems. Ja. Ik geef u een auto van 900.000 euro en zo zit je dan. Ja, dat was de Maybach. Hartstikke leuk natuurlijk, maar ik wil toch even zelf rijden. Dus het wordt wel even nu die SVR. We gaan even spelen samen met Jordi in, hoe heet dat ding eigenlijk? Rubicon? Jeep Wrangler Rubicon. Precies, Jeep Wrangler Rubicon. De challenge is nu, wie heeft nou de beste zandhapper meegenomen? Dat ga ik natuurlijk winnen. Nou, win jij ook een keer. Ga jij eerst maar eens even win jij ook een keer. Ga jij maar eens even een rondje ermee spelen en dan gaan we eens even kijken hoe die zich houdt. Nou, die DOS wil natuurlijk een stuk off-roaden. Geen idee waar dit naartoe gaat. Maar hij wil hier omhoog of zo. Wat is de bedoeling? Dat ik mijn carbon splitter eraf rijd? Laat maar zien wat hij kan. Kijk maar hoe ver je komt, Short. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Come to daddy. Jongens, Land Rovers, dat zijn gewoon de beste terreinauto's ter wereld. En de Range Rover. Mensen zijn altijd verbaasd over wat zo'n Range Rover dan kan, hè? 40 graden klimmen en zo. Zo'n ding kan echt wel veel. Oh, nou rijd ik alleen maar mijn bodem. Ja, dat is nou net iets diep spoor. Ja, onderschat de Range Rovers gewoon, hè? Nou, ik moet zeggen, dat ging wel heel makkelijk, die andere. Ja, maar ik ben benieuwd wat hij met deze doet. Nou, geen probleem. Auw, dit is wel heel stijl. Hij haalt dat wel, maar hij haalt die knik beneden niet. Nee. Maar er zit dat heel decent control op. Dit haalt hij makkelijk. Dat heb ik ook trouwens, hè? Dit haal je wel, dit haal je wel. Ah, dit kan die wel. Alleen die stenen daar zijn niet zo... Wat zeg je ervan? Ja, het is net te smal, maar... geloof mij, de helling is geen enkel probleem. Nou, ik ga voor, dan ga jij achter me aan, oké? Ja, maar ja, jij staat echt wat hoger. Maar dit haalt hij ook, alleen hij haalt de knik beneden niet. Dit haalt hij echt niet, hoor. Ik zal jouw filmpjes laten zien dat ik wat een Range Rover allemaal kan. 90 graden of zo? Dit is geen 90 graden, dit is 45 graden. Ja, dus, nou, maar... Okay. Dat haalt een Range Rover. Maar dan hang je toch hier op die rand? Nee. Ah, dat haalt hij makkelijk, joh, dat. Dat haalt hij makkelijk. Gewoon gas geven. Haalt hij makkelijk. Jij wint. Dit haal ik niet. Dit kost mij een carbon splitter. Ik denk dat ik hem zelfs terug kan. Nou, ga jij even met die Land Rover, laat het even zien. Met de heel decent control. Want dit kost je gewoon finaal je carbon splitter. Ja, maar luister, daar zijn ze toch voor gemaakt? Nou, ik had het niet verwacht, hoor. Hij zou het kunnen als die knik beneden niet te scherp is. Van beneden haal ik hem wel. Ja, je moet soms
goed naar je vrouw luisteren. Ja, maar het is... Wie heeft je nou de broek aan? Ik heb je dat kan niet makkelijk. Die kan je met een mini toeter in. Oh. Nee. Nou, ik weet het niet. Hij durft weer niet in die dorst. Je ziet wel wie de broek aan heeft. Laffe haas. En dan kan ik ook zo als Sjoerd gaan staan. Maar Sjoerd, probeer dit maar eens een beetje SVR, hè? No way! Oh jee. Woeps. Hey, kan iemand mij even een zetje geven? Grote man, geef eens even een zetje. Met liefde duw ik je naar het graf in. Hey, wij gaan, zit erop. Hoi. Hey, maar hij gaat steeds dieper zo, hè? Ja, hij gaat steeds dieper zo. Ja, dat zei ik dus ook net. Als we nou met z'n allen op die bus gaan. Nou, als het in kiept, joh. Ja, dat helpt. Ja, dat helpt. Ja. Yo! Wil je toch te dik hebben? Nou, wel een 8 voor de poging, vind ik. Jos, is het een beetje stoffig bij jou? Nou, een klein beetje maar. Met zijn ramen dicht, hè? En ik zit hier met mijn dak open. Wie heeft nou de meeste lol? Ik weet het niet, hoor. Ik zit lekker met een dakje zonder zandtap. Kijk hem gaan, Fred Flintstone. Zie je hem trappen? Even een beetje... Ja, ik ben een en al zand, moet je mijn dashboard zien. Maar heb je nou meer lol? Ik denk het niet, hè? Ik heb best wel veel lol. Ja, ik ook wel, in die SVR. Ja, maar hij is niet voor jou, dat scheelt. Ja, dat klopt. Hij is van de importeur. Sorry, Aldo. Ik ben nog blij met mijn SVR. Blijf jij lekker hier in jouw Rubicon Fred Flintstone versie? Ik weet het ook niet. Maar ik ga nog een rondje in de SVR, ja? Hoi. Ja, dit was weer een onzinnig middagje spelen, maar wel leuk. Vond je dit een leuk filmpje? Ga dan naar Driver's Dream. Abonneer nou even op ons YouTube kanaal. En dan gaan we nog veel meer rare, debiele, leuke dingen doen. Dorst, waar moeten ze op abonneren? Als ze veel stoffige filmpjes willen zien van stoffige mensen, lekker abonneren op Driver's Dream.